Freddy Henaertens probeert hier nu weer voorop te komen. Wij wachten heel even om duidelijk te zien wie in zijn gezelschap is. En wie daarbij is, Scotty Fabbers. Ik veronderstel dat dit Erik de Vlaming is, inderdaad. Erik de Vlaming, een man die zo lang van het toneel is geweest. Erik de Vlaming die de laatste dagen terug in de competitie is gekeerd. Wereldkampioen achtervolging. Dominic via de leiding van het pelotontje Ferdi van den Houten. Met naast zich Michel Bollentier, goed afremmend. Roger Rodiers nu een goede stelling. Maar de kracht van de ploeg Verbeek lijkt mij niet zo sterk. Er komt niks uit. Zo, het is wel teamwork, maar toch niet zo effectief om naar Martens toe te rijden. Dus daarnet heeft men wel geprobeerd dat waaiertje waarvan je straks te vormen met Verbeek Godefroot. Ook Jacobsen was daarbij, maar dat ging niet. We zijn hier op een brede weg hier. En ik zie Frans Verbeek gewoon even de leiding overnemen van Roger Rozier. Er zit hier achteraan echt niet veel put meer in. Nee, dat zien wij ook. En is dat de groep nog, dat we zien vanuit de helikopter, zowat een 15, 20 man? Ja, dat is alles wat overblijft. 4, 5 kilometer, 5 laten we stellen voor Freddy Maartens. En de titel zit op zak. Dus als het nog 45 seconden is, nu, op dit moment, dan vergeet het maar, jongens. Heel even toch, Sportief Hebbers, wat wij daarnet gezegd hebben. Als Jean-Luc van den Broek wordt ingelopen en als de zaak weer bij elkaar komt, dan gaat Freddy Maartens weer zijn voorsprong vergroten. Dit wordt nu bevestigd op dit moment. Meer dan 1 minuut voorsprong voor Freddy Maartens. Dus de zaak is bekeken. Freddy Maartens wordt kampioen van België bij de beroepsrenners. Zijn eerste Belgische titel als beroepsrenner. Alsjeblieft, mooi beeld. Ah, moet u die mechanicien bekijken. Die man is even gelukkig. Prachtbeeld. Bij die mannen werken dag en nacht somtijds aan de fiets en zijn ook betrokken in die eer. Dan is het alweer dat de tuig het heeft gehouden. Belangrijk. Dus 1 Freddy Maartens. Dan krijgen we een spurt voor de tweede plaats. Jean-Luc van den Broeke. Jean-Luc van den Broeke krijgt hier de tweede plaats. Dat kan wel met het oog op het wereldkampioenschap belangrijk zijn. En dan een sput voor een derde plaats krijgen wij. Dat was op 36 seconden. De derde, wie wordt derde, wie wordt derde? Ja, dat is Reniers voor Terling en Peter.